Dit is het veld van een van de grootste tennistoernooien van Nederland in Rosmalen. En bij alle grote wedstrijden houden ze bij hoe hard de bal gaat. Op dit tennistoernooi hebben ze daar een speciaal systeem voor. Dat meet niet alleen hoe snel de bal gaat, maar ook waar die heen gaat en waar die neerkomt. Als de scheidsrechter, of de umpire zoals dat bij tennis heet, roept dat de bal uit is, out, maar de tennisser denkt dat die in was, dan mag je maar een paar keer per wedstrijd een zogenaamde challenge uitroepen. De umpire, de spelers en het publiek die kijken meteen naar het grote scherm daarachter waar het spelmoment nog een keer te zien is. Kijk, je ziet precies hoe de bal valt. En zo weten ze tot op 3 millimeter precies waar de bal is neergekomen. Kijk, dat lijkt uit, maar het is hartstikke in. En zo is er dus geen twijfel meer. Het begint allemaal bij de camera's die rondom het veld hangen. Kijk, daar hangen ze 10 stuks om precies te zijn. Op deze computer komen de beelden van de 10 camera's binnen. Zoals je kan zien is het beeld zwart-wit. En daardoor kan je het verschil tussen licht en donker beter zien en dus ook de bal beter volgen. In deze computer worden van de losse beelden 1 driedimensionaal beeld gemaakt. Maar daarvoor moet de computer wel weten hoe de camera's staan opgesteld en welk stukje van het veld ze filmen. Daarom worden de camera's voor het begin van het toernooi eerst ingesteld of gekalibreerd. Dat moet heel precies gebeuren, want er mag natuurlijk geen foutje worden gemaakt. Het instellen duurt daarom wel 4 dagen. Als alle informatie over het veld is verzameld, gaan ze de lijnen in de computer zetten. Iedere keer als de spelers serveren, wordt er op start gedrukt. De computer neemt dan het beeld van de camera's op. Als er een punt wordt gemaakt, dan wordt er weer op stop gedrukt. En dat bij iedere service. Zo kunnen ze service voor service terugkijken. De computer is zo ingesteld dat hij ook een bal kan herkennen op de camerabeelden. Hij volgt de bal en weet precies hoe die over het veld beweegt. En omdat hij weet hoeveel afstand de bal aflegt in hoeveel seconden, weet hij ook precies hoe snel de bal gaat. En zo kan de snelheid van de service naast het veld worden weergegeven. Maar bij een challenge moet dat schematische 3-dimensionale beeld er wel mooi uitzien. Want dan moeten de scheidsrechter, de spelers en het hele publiek meekijken. Nou, dan gaat dat beeld van deze computer naar deze computer toe. En hier wordt er een echt mooi beeld van gemaakt. Marcus Bagdad is challenge call at the left and near side. Oké, er is net een challenge aangevraagd. We gaan terugkijken. Ja, wat zal het worden? Ja, volgens mij gaat hij uit. Hij is uit, of niet? Hé, hey, hij is in. Moet je kijken op dat hele kleine randje. Het is ongelofelijk, hè?